Ja, hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Bleefjes, en van harte welkom bij deze nieuwe episode van Let's Play Omzie 2, met Bleefjes natuurlijk. En vandaag gaan we op de lijn van Kreefraf rijden, dat is lijn 51, en we gaan dan van Wilhelmsplatz gaan wij naar Kreefraf Hauptbahnhof. Dus ja, die ga ik even gezellig met jullie rijden. En wat ik nog leuk vond om te doen, dames en heren, is om dit met een connection bus te doen. Die rijden natuurlijk allemaal nooit niet in Duitsland, maar hey, ik vind het gewoon leuk om te doen. En ja, zodoende. We staan hier vlak voor de terminus. We moeten zometeen daar wezen. We gaan eventjes trouwens de bus in. Dat doen we hiermee. En dan gaan we deze eventjes inschakelen uiteraard. Nou, zie je ook leuk systeem hier. Zo. Voor zorgen dat alles aangaat. Zo, hartstikke mooi. Doen we nog even de verwarming doen we natuurlijk even aan. Heel belangrijk. Zo, top. Eens even kijken. Zoals ik al zei, we rijden vandaag over lijn 51. Dus even kijken. Linie 05100. En dan is de route, dat weet ik dus niet. Dan gaan we 01 proberen. Wilhelmsplatz. Dat is dus waarschijnlijk na Wilhelmsplatz. Dus dat klopt niet. Dus 02. Dat is naar Kreefraf Hauptbahnhof. Daar gaan wij inderdaad naartoe. Kreefraf Hauptbahnhof. Dus dat klopt dan tot zover. En we zien hier nu Kreefraf Hauptbahnhof staan. Dus nu is dat goed ingeregeld. Goed. We gaan deze even op zijn drive zetten uiteraard. En dan moet ik eventjes voor zorgen dat Track IR aangaat. Top, dat gaat helemaal goed. Ja, eens even kijken. Volgens mij kunnen we alvast even naar de halte heen rijden. Even kijken. Ik denk niet dat twee deuren nodig zijn, dus ik doe er even eentje. Eens even kijken. Haal even de handrem er vanaf. Doe nog even de lichten aan. Dat is wat makkelijker zo. En dan gaan we... Ja, want we houden de bus een klein beetje op achter ons. Dus ik ga alvast eventjes naar de halte heen. Zodat wij de passagiers alvast eventjes in kunnen laten stappen. Dat wel net zo, ja, net zo aardig van ons. Zo. Hallo, wat? Waarom stappen jullie achterin in? Moet dat nou? Helemaal achterin? Ik zet weer de voordeur open. Oh, dan niet hè. Ze willen schijnbaar niet. Ik zie ook dat hij naar de volgende heen is gesprongen. Dat is niet de bedoeling, want we zijn nog op Wilhelmsplatz momenteel. Als we even aan de buitenkant van de bus gaan kijken. Dat is misschien wel even leuk om te doen. Hier zie je ook Wilhelmsplatz staan. Hier zitten we in de bus. We kunnen even helemaal rondkijken in de bus. Nou, heel veel mensen doen ook via hier altijd de deur open. Ik weet ook niet waarom, maar dat vinden ze leuk volgens mij. Zoals jullie kunnen zien, dames en heren, dus de connection bus. Ja, met deze keer een aangepaste dienstregeling in Duitsland, om maar zo te zeggen. Ik heb wat anders. Dus ja. Ook trouwens wel grappig dat ze dus via de... Ja, dat ze via de andere kant erin gaan, via de achterkant. Maar misschien moet ik nog wel even een updateje downloaden die ik vergeten ben. Ik zal vast even de tijd in ieder geval 1 minuutje vooruit spoelen. Zo. Hallo. Ja, goed zo. Hier moet je inderdaad in, ja. Snap je het nu? Schrijven we niet, want we stappen achterin nog in. Nou. Doe de deur vast dicht. Zo, want we kunnen zo meteen vertrekken namelijk. Nou, we gaan alvast vertrekken, denk ik. Zo. En dan gaan we maar. Want we houden onze vriend achter ons ook een klein beetje op, volgens mij. Oh, we moeten even stoppen hier trouwens. Kreefraf Hauptbahnhof is rechtsaf. Ik ga even dit ding goed zetten. Zo. Anders zit ik er iets te verder naast. Ah, wij mogen... Verspiegelen, komt daar niks aan. Iedereen blijft stilstaan, mooi. Dan
Dan gaan wij op weg naar, hoe heet dit? Rottingenstraße. Nou, ik doe trouwens even deze hier weg. Die zien jullie waarschijnlijk niet, maar ik wel. Dat is heel irritant. Lek. Kreevaart Hauptbahnhof. Nou. Goed. Nou, zoals jullie kunnen, ja. Of misschien, zoals wij nou even niet kunnen zien. Misschien wel even leuk om aan de buitenkant van de bus te gaan rijden. Zo. Ik bedoel, er. Stoplichten staan toch nog even op rood. Nou, mooie toeter hebben we erbij. Nou, dan nemen we even deze bocht nemen wij. En dan is de bedoeling dat wij... Even kijken, moeten we iemand ophalen of niet? Nee. Oh, wacht even. Moeten we niet stoppen hier? Even kijken. Even mijn dingetje zien. Nee. Hoef je niet te stoppen. Oké. Okay. Ik heb ook niet in de gaten gehouden of we hier moeten stoppen, ja of nee. Nou, het is bijvoorbeeld mee dat we nu de bult opgaan, anders vind ik wel dat hij bijzonder slecht optrekt. Goeiedag, hé. Morgen hier 80. Maar een beetje gebruik van maken, denk ik. Ja, even weer de bus ingaan, denk ik. Zo. Nou, denk ik, dat gaan we gewoon doen. Wij moeten lijn 51 volgen, dus dat is hier af. Kreevaart Hauptbahnhof. Oh. Rijnbrücke. Hallo. Hey. Ja, goed zo, muts. Hallo. 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 Man, man, man. Elke keer maar hetzelfde proberen om naar de achterkant heen te lopen. Weet je, ik heb het gehad. Ik laat jullie gewoon alleen maar via de voorkant naar binnen. Lekker peur. Nächste Haltestelle, Rheinbrücke. Daar kom ik net vandaan. Pannenkoek. Toch? Tenminste, volgens mij kom ik daar nog net vandaan bij de Rijnbroeken. Of kan het zijn dat je eentje achter staat vanwege dat ik op één halte niet gestopt heb? Nächste Haltestelle, Fischelmarkt. Ja, dit ken ik wel, de Fischelmarkt. Hier vertrek je wel eens vaker vanuit de Fischelmarkt. Oeps. Dat is niet geheel de bedoeling. Nou, er wil hier ook niemand uit zo te zien. Het lampje van uitstappen gaat in ieder geval niet branden. Oh. Ja, hierin stappen. Hallo. Goed zo. Hallo. 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 Hallo.
Die wil weer per se via de achterkant, echt waar. Wat een freaking muts. Oh. Oh, pleuris, de pleuris. Dat is niet helemaal de bedoeling. Jongen, 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 stelletje watjes. Goed, Noordkamp. Wat willen jullie nou eigenlijk? Hallo. 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 Daar achterin helemaal. Ik blijf toch echt bijzonder vinden dat die lui helemaal, ja. Dat die lui helemaal achterin gaan instappen. Best wel bijzonder. Oh, dit wordt een klein beetje lastig, dit. Hoe gaan we dit voor elkaar krijgen met die bus zo hier langs toekomend? Ja. Dat dus. Boah, wat is daar ik weer uit? Wat wil je dan? Dat ik die bus aan knal, joh. Gekke wous. Wilt u instappen? Hallo? Ja, wous. Hallo? Sommige mensen hebben nog niet gehoord van voorrang hier, volgens mij. Nou, even mijn bus hierin proppen dus. Nou ja, mijn bus. Stadsbus ook goed. Halte am Garten. Doeg. Waar moet ik heen? Ik neem maar gewoon rechtdoor, want ik zie hier niks staan, dus... Volgende halte, Weerstraße. Ja, ik doe de deur al op, maar jullie deur lopen toch naar achterheen dus. Ja, zoals ik al zei, dit is niet een van de bussen die het snelste optrekt helaas, maar dat is op zich niet heel erg. Ja, tuurlijk! Wat doe jij dan weer? Ei! Dat kan toch niet? De fuck doe jij? Wat is hier nou weer aan de hand daar? Wat is dit nou weer voor iets bijzonders? Ik weet niet hoor, maar ik heb een bus nog nooit zien doen zoiets raars. Hoep. Hoe krijg je het voor elkaar om zoiets om... Nou ja.
Ik denk gewoon dat die bus die komt volgens mij nooit meer aan. Als ik het zo zie. Dat is gewoon gedoemd eigenlijk. Top. Nou, succes vriend met het wegkomen uit die bizarre positie. Ik moet gaan, maar wel leuk dat je er was. Doeg. Later. Oh, een minuut vertraging door die stoplichten. Top. Hallo. Nou, vertraagd van een half minuutje valt nog redelijk mee. Hallo. Ja, ik doe de voordeur weer dicht hoor, geen probleem. Nou, er wil iemand uit. Am vast. Oh. Stoepie. Goedendag. Ja, hallo. Daar achterin. Wat ik nog steeds een vrij bijzondere plek voor instappen vind, maar oké, whatever. Er zal weer puur aan mij liggen, denk ik. Nou, deze kunnen we mooi zo meenemen. Hoppatee. Waar moeten we nou voor stoppen dan? Het voetgangerslicht staat op rood. Waar de hel stop ik voor? Ja, dat bedoel ik inderdaad. Volgens mij kreeg het stoplicht het ook door. Oh, toch maar hier, ja? Hallo. Hallo. Kijk, als er wat meer afstand zal zitten tussen die busstations. Daar had je op zich best wel je vertraging wel in kunnen halen. Maar als ze allemaal zo vlak achter elkaar zijn, is het wel verrekte moeilijk. Oh, jongen, ik rem nog af desnoods. Ja, ga heen met je vuren, Shine, weet je wat? Als je op tijd wil komen, vriend, dan rij ik op tijd, hè? Oh. Ik dacht, gezeik elke keer van jou. En als mensen nog gewoon voor in de bus stappen, dat kan ook wel helpen. Ja, weet je wat jullie kunnen? Stap allemaal maar uit, jongen. Ga maar weg. Pleur die bus gewoon op de handrem.
Oh, toch echt door, ja? Oké. Okay. Kijk, met dit soort haltes, met dit soort stukken kun je echt de boel heel makkelijk inhalen. Oh. Iemand die eruit, iemand die erin. Niet. Mooi, redden we door. Doeg. Hoe haal je vertraging in? Zo doen we dat. Hoppakee. Nou, hier wil iemand uit. Karsveld. Doeg. Nou, optrekken gaat natuurlijk iets makkelijker als je de bult dan naar beneden heen rijdt. Even kijken. Kreefvaart Hoofdbaanhof. Rechts aanhouden. Oké. Okay. Doe maar groen worden. Ah, kom op, laat je die auto ook nog doorgaan. Wanneer mogen wij... Oh, nu dus. Dank u. Volgende halte Erzweg. Of zo. Klopt als een bus. Ha! Stap me hierin hoor. Hallo. Goed zo. Je snapt het dan een keer wel. Ooit. Volgens mij die bus... Ik weet niet wat jij aan het doen bent, vriend, maar je rijdt wel over de stoep heen. Dat is niet netjes. Ja hoor, tuurlijk. Wij wachten wel voor het rode verkeerslicht. Voor niks. Het is een klein beetje jammer dat deze bus niet wat meer power met zich heeft. Hij heeft zich best wel wat sneller mogen optrekken. Nou, we zijn er alweer bijna, jongens. We zijn er alweer bijna. En het verbaast me nog hoeveel mensen daar staan, verdeelde Mies. Oh, valt er als best wel mee. Het valt nog wel mee. Het valt nog wel mee. Ja. Man, deur. Hier, 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 hier. Goed zo. Hallo. Dat is zo moeilijk. Zo moeilijk kan het niet zijn om bij de juiste deur even in te stappen, hè? Wat vind je scheiße? Wat nou weer dan? Het spel begint zo lekker, ik en niet.
Raar wijf. Een beetje een muts ben je, hoor, niet? Nou, kom bij in de buurt van een hoopbaanhof en dan weet je wat er gebeurt. Dan gaan die frames en nikken naar beneden heen. Het is waarschijnlijk wel realistisch zoals dat spul is ingesteld natuurlijk, hè? Hoe die bus optrekt en zo, maar ja. Oh, is dit Creëer van Hoop aan hoofd al, ja? Ik had iets groter verwacht, maar... Nou. Uitstappen. Iedereen wegwezen. Mooi. Volgens mij moeten we nog een stukje verder rijden. Wij moeten even naar de terminus heen rijden. Waar het ook is. 51 terminus. Oh, daar heen. Oh. Oh, pleurs. Dat doe ik niet goed. Zo. Even hier wachten, hè. Want zo moet dat niet. Het schijnt met de terminus is daarheen. Dus dan moeten we even wachten totdat linker verkeerslicht, die moet daarheen wijzen. Zolang dat niet gebeurt, kan ik ook niet oversteken. Nou kan ik dus wel oversteken. Maar ik moet natuurlijk wel gewoon netjes veilig beeld hebben, anders kan het natuurlijk niet. Creëervaart Hoopbaanhof Terminus. Zo, nou krijgen we onze ding ook te zien. We hebben overal de status oké gekregen, dames en heren. Dus we hebben eigenlijk alles met succes beëindigd, om maar zo netjes te zeggen. Hè? Zo, even deze erop. Goed, dames en heren, dat was het einde van deze episode waarbij we gezellig met de Connection Bus hebben gereden. Als jullie de episode leuk vond, doe mij dan even een blauw duimpje omhoog. Als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En zou je uiteraard meer willen zien van mijn episode, dan kun je uiteraard gewoon abonneren op mijn kanaal. Voor nu zou ik tegen iedereen willen zeggen, heel erg bedankt voor het kijken. En uiteraard tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.